Hallo allemaal, welkom op newtubers.nl. We spelen vandaag snel even een potje multiplayer van Call of Duty Advanced Warfare. We hebben hem vandaag binnen. We zijn natuurlijk gelijk aan de slag gegaan. Ik heb nu, kijken, net twee potjes online gedaan en een klein stukje van de singleplayer. En nou, ik kan niet anders zijn dan enthousiast. Het belooft een hele vette game te worden. Vooral de gameplay met die exosuit is echt geweldig. Even kijken. Nou, er staat een, even een team deathmatch op. Ik heb één klaasje aangemaakt met de ARX. Het is een burst rifle hier. Daar moest ik even aan wennen. Was ik niet gewend van de ARX. Dus ja, ik kan er verder inhoudelijk nog niet al te veel over zeggen, maar tot zover. Gaat het hartstikke goed. Het is een zeer. Dat bedoel ik. Het is een zeer snelle gameplay. Nee. Geen kills. Het beste potje te worden. Ik heb van de drie potjes die ik net gespeeld heb, heb ik twee positief gespeeld. Daar was je. Het springen gaat echt heel gemakkelijk. Ik had verwacht dat dat wat... wat ingewikkelder zou zijn, maar dat gaat heel intuïtief eigenlijk. Friendly UAV above. Dit is voor mij een nieuwe map, dus. Oh. Ik ken hier nog niet zoveel plekjes. Maps zien er. Ze zien er mooi uit, ze zijn groot en vooral ook in de hoogte. Omdat je nu ook door die grote jumps. Ah, launching care package. Jammer. Dat wil je het ook weer te mooi doen, hè? Ja, de maps zien er heel mooi uit. Mooi gedetailleerd. Nee, mag ik daar niet staan. Your team controls a laser air defense system. Net zo snel als jij bij ze kunt komen, zijn zij ook alweer weg. Tsunami, oh, dat klinkt niet goed. Het klinkt alsof ik wat hoger moet zijn dan ik nu ben. Oh. Okay. Misschien hebben we even iets minder. Friendly UAV above. Wat me opvalt is dat ook het geluid heel erg mooi is. Dat klinkt allemaal heel erg goed. Zag ik niet. Enemy UAV above. Het zal nog wel eventjes duren voordat ik
hier het niveau speel wat ik met Ghost deed de laatste tijd. Our UAV is online. En dat heeft natuurlijk te maken met de maps. En ja, het algehele speelstijl is gewoon zo anders. De dynamiek, hoe je die map verandert, hoe je of benadert moet ik zeggen eigenlijk, tussen, vooral door die hoogteverschillen is echt enorm. Nou, 1.12, dat is een beetje triest eigenlijk. Maar ja, zul je altijd zien. Ga een paar potjes goed. En dan ga je even eentje opnemen. Nou, je kunt al zien dat er zit aardig wat aardig wat dingetjes in om, om aan te passen. Kleurtjes. Veel modifications. Het lijkt niemand die het hetzelfde uitziet haast. Veel gouden guns. In tegenstelling tot in andere games is een gouden gun halen hier niet overdreven moeilijk. Nou, we gaan nog een potje. Kijken of deze iets beter kunnen. Deze iets beter kunnen eindigen. Het zou wel fijn zijn. Even kijken. Green Man. Team Deathmatch. Dus pakken we even een van de standaard classes. De Running Gun. Waarom niet? Ook deze map heb ik nog niet eerder gespeeld. Ik zie een aquarium met visjes, geloof ik. Excel online. Eliminate the enemies. Oh, dit is deze. Deze heb ik in de previews al gezien. Ah, ja. Dan had ik mijn schild even aan kunnen zetten, geloof ik. Blijf daar staan. Sniper daar bovenop. Een stukje versnellen. Ik wil die sniper even opzoeken. Ik kan het zo niet zien. Die staat. Dat is niet de bedoeling. Dat kan gebeuren dus. Oké. Okay. Enemy UAV online. Lijkt ons iets beter af te gaan dan met de Arix. Het zijn allemaal van die kleine springhaantjes waar je probeert te schieten zo. Ja, daar ben ik zelf ook mee van.
kwam je dat vandaan? Oh. Had ik even willen zien. Nou. De snipers zijn goed vertegenwoordigd. UAV is online. Enemy missile strikes. Enemy missile strikes. It's a new for my. Enemy UAV online. Enemy access one Vulcan inbound. Take cover. We're losing. Yep. Het was een beetje een falende spawn. Het is moeilijk om mensen te volgen als ze over je heen springen. Dat is. Helaas, helaas, helaas. Our UAV is online. Assistje. Oh, jammer. Ik denk we brengen even wat meer. Our UAV is online. Rust in het spel om te kijken of dat, wat helpt. Bring it next time. Nou, het zijn niet, niet potjes om over naar huis te schrijven, maar het is een begin. En ik heb er alle vertrouwen in dat we, in de komende dagen en de komende weken een stuk beter gaan worden. Het is behoorlijk wennen en in het goede. Het is echt een hele, hele gave gameplay. Beter dan ik had verwacht. Ik had echt verwacht dat het springen moeilijker zou zijn. Lastiger, maar dat gaat, dat went. Dat went heel, snel. Dus dat hebben ze, wat mij betreft, heel keurig gedaan. Nou, singleplayer heb ik een paar missies van gespeeld. En, nou, die zijn, dat is leuk, dat is geweldig. Maar, ja goed, dat is straks een avondje en dan is dat achter de rug. Dus, ja, die multiplayer, die is dan toch het belangrijkste. Maar die zitten zoals het nu lijkt goed voor elkaar. We hebben, kijk, we hebben nu alleen nog maar Team Deathmatch gespeeld. Maar goed, de bekende Domination. Er zitten een paar nieuwe bij, Uplink Momentum. Zit in Rescue Free for All. Nou, dat zijn echt al de standaard, hè. Infected.
Hartstikke goed. Nou, hier gaan we allemaal een keer heel fijn voor zitten. En we gaan ook zeker met onze clan lekker spelen hier. En dan wordt het vast mooie potjes. Nou, dit is even heel eerlijk, heel falend de twee potjes. Maar ja, dat is live. Zo gaat dat in met de gaming. Dat hoort er ook allemaal bij. Kom gerust terug om te kijken. Er komen binnenkort, de komende tijd, sowieso een hele hoop hele gave Advanced Warfare video's. Daar kun je op rekenen. Dus nou, be back for more. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.